dames en heren. En leuk dat jullie kijken naar Mr. Team Park Fans. Ik heb een broodje mee vandaag. Ze verkopen dat hier ook in het park, maar ik vind het dan een beetje te duur. Dus ik neem dat dan zelf mee. Bij deze mensen, leuk dat jullie kijken naar Mr. Team Park Fans. Ik heb mijn Plopsa mondmasker mee, want dat is nodig. Helaas geen onderhuids vandaag. Ja, ik heb die nu wel aan. Normaal is dat niet nodig nu. Maar goed, het is lekker weer. Morgen gaan we op vakantie. En ik dacht vandaag, kan dat even een keer stoppen. In Plopsaland. Dus bij deze dan zeg heren, veel kijkplezier. En even nog een keer een updateje doen, want Heidi eruit was net langs geweest. En ik zag dat er toch wel iets veranderd was aan die attractie. Wel, ik zou zeggen, heel veel plezier. Oh, we zouden daar ergens moeten zijn. Ik ga hem zo filmen. Hij komt eraan. Waar is hij dan? Zo. En zoals je ziet, de trein die zit toch vol. Dus dat wil zeggen dat ze het beleid van Heidi eruit aangepast hebben. En dat het niet meer zo is dat ze maximum met 6 in de trein zitten. Want ik had dat laatst verteld in mijn video trouwens. Maar dat ze gewoon de bubbels erin zetten natuurlijk. En dat is wel goed. Dus bij deze mensen, we gaan een updateje doen hier in Plopsaland te pannen en ik wens jullie heel veel kijkplezier. Let's go! Ja, de inhang mensen die is nog altijd niet veranderd. Onthaal ticketcontrole, ik ga naar ticketcontrole. Daar moeten we zijn en zoals je ziet is nog altijd identiek hetzelfde en dat systeem vind ik eigenlijk wel goed. Ze mogen dat zo laten. Dus ja, en welkom in Plopsafstand. Dus ja, in deze, here we go. Mayaland, here we go. Aan de bloemenmolen in. Goeiedag. En ook in Mayaland is er een eenrichtingsverkeer, je kunt er niet naast kijken. Alright, we gaan de bloemenmolen in, dat wordt mega leuk. Ik heb er zin in, dat is mijn favoriete attractie. En ik heb goed nieuws, morgen gaan we die nog een keer doen, maar op een andere plaats. En Jeffrey, naar waar gaan we morgen? Dat is nog een verrassing, hè? Dat gaan we niet verklappen. Ja, maar hier staat hij binnen, maar waar we die morgen gaan doen, staat hij buiten. En het is ook een andere taal natuurlijk. Dames en heren, we gaan de bloemenmolen in. Let's go! Yo. Ook hier in Mayaland, ja, de wetgeving is veranderd in België, dus eigenlijk moet je in de gebouwen een mondkapje aandoen. Ik weet wel niet wat dat is op privéterrein, want Plopsa is privéterrein. En normaal gesproken moeten ze ook de Belgische wetgeving volgen. En daarom doen wij een mondkapje wel, want als er controle binnenkomt, kunnen we natuurlijk ook nog altijd €350 moeten krijgen. Dus we gaan ons maar houden aan de reglementering. En ja, we zeggen, have fun. En uiteraard gaan we ook nog een keer op Heidi eruit, want daar heb ik gezien dat er ook wel iets veranderd is. Oh ja, yeah. Mensen, het was een mega leuke rit op de bloemenmolen. Smakelijk. Oei, oei. Super. Dat was niet echt met volle overtuiging smakelijk, weet je dan? Nee. Dat is zo van, wat voor hekjes zijn dat hier? Wat voor hekjes zijn dat hier? En plop zo'n mondmasker, hallo? Het was wel een leuke bloemenmolen. Zeker was, zeker was. Is die straks kapot? Hopelijk niet. Remember. Mensen die de vlog van Plopsa Co gezien hebben, weten wel wat dat bedoelt natuurlijk. We zijn hier niet zo lang vandaag, maar we gaan gewoon een beetje genieten en over een nieuwe avontuur. Ja, inderdaad. Nee, we mega lang zijn hier niet, maar ja, dat is ook niet de bedoeling zoals ik al zei in de vlog. Een beetje best bedoeld. Ja, ik heb nog veel werk om thuis, dus ja, bij deze. Ja. Maar, nu gaan we naar Heidi eruit. En dat wordt ook mega leuk natuurlijk. Oh ja, dat is nu niet meer nodig. Ha, lucht. Oh. Tja, waar is mijn pet? Ja, die zit in mijn rugstap. Oh, gelukkig.
Ja, de mens moet altijd meer en meer meedoen. Hè. Een pet, zonnecrème, een mondmasker. Dat mag je op de dag van vandaag zeker niet vergeten. Water om te drinken. Geld, zeer belangrijk, want zonder geld ben je niets. Je abonnement, reserveringen maken. Ja, eigenlijk hebben we best nog veel nodig hier voor de pretpark dan op de dag van vandaag. Ja. Maar goed, mensen, we gaan naar Heidi de Ride en we gaan daar even een keer een updateje filmen van de maatregelen. En ik zal zeggen, veel kijkplezier. Een onderuit gaat er vandaag ook niet bij zijn, want ik heb vandaag mijn GoPro niet mee. Maar dat is ook helemaal niet erg. Wil je onderuit zien van Heidi de Ride, check dan even mijn YouTube kanaal. En dat lukt toch. Er verder dan dat Fransen zijn. Sowieso. Alright mensen, we gaan naar Heidi de Ride. Let's go. Ja, dames en heren, wandelen we natuurlijk daar naar Heidi de Ride. En wat zien we? Loki, Loki, de banken zijn weg en die zijn verplaatst naar daar. Zeer goed, zeer goed. En zo is het wandelpad vrijgemaakt voor de coronacrisis. En dat is wel goed. Gezellig. Ja, yeah, we gaan Heidi de Ride doen, want ik ben zot van Heidi de Ride. Dat is echt zot. Eigenlijk heb ik boven geweest in die huisjes, het is daar ook mega leuk. Hoe was dat van nog, hè? Heb je daar boven een keer geweest van King? Ja. Dat is echt magnifiek, ik vind dat prachtig ja, daarboven. Ja, en dat hout, he, dat ruikt zo goed, hè? Mmm, dat lijkt dat je in Zwitserland zit. Lekker, hè? Ja. Ongelooflijk. Het is wel een beetje een drukke dag vandaag, maar het is niet om te zeggen dat het overdreven druk is. De mensen kunnen voldoende afstand houden, dat is nog altijd goed. Het is wel drukker dan anders. Ik denk dat ze de capaciteit toch wel iets optrekken natuurlijk, maar we gaan ervoor. We gaan naar Heidi de Ride. Let's go. Ben benieuwd. De wachtrij is dat ongeveer een... Nee, je zit aan het thuis geven. De wachtrij zal ongeveer, denk ik, een drie kwartier zijn. Ja. Als ze met twee treinen rijden natuurlijk. Mooi, hè? Ja? Ja, het is niet mis. Mooi, hè? Ja. Dat is een mooie dingen. Ja, dat is leuk. We zijn het wel heel mooi aan je nieuwe vernieuwing. Ja, yeah, dames en heren, welkom in de wachtrij van Heidi de Ride. En daar is hij dan. Ja, dat is snel. Ze hebben precies goed geluisterd naar mijn vorige vlog. Want ik zei dat de capaciteit kan opgedraaid worden naar ongeveer 10 personen, misschien ook 12 personen. En zo zie je maar, je mag nu overal gaan staan, maar wel geprobeerd per. Per familie eigenlijk, per bubbel. En als er een andere bubbel voor u is, moet je een flesje tussen laten. Normaal gezien, tenzij dat de medewerkers dat hier anders vertellen. Dus ja, moet wel nog altijd instructies opvolgen van de medewerker. Maar zoals je ziet, kijk. En Jeffy, we kunnen van achter zitten, nee? Dat is goed. Ik kan nu maar hier overal plaats nemen, dat was eerst niet het geval, dus dat is wel goed. En deze mensen zijn onze bubbel niet natuurlijk, maar goed, zijn Fransen. Ik kom nu net van Heidi de Ride. Het was mega leuk. En ja, de coronamaatregelen zijn hier ook een klein beetje aangepast. Omdat we een mondmasker moeten aandoen op de attracties, mogen ze blijkbaar heel de trein vullen. Dus dat is wel goed. Want daardoor gaat de capaciteit ook wel omhoog. En dat is wel fijn. Dus heel in het begin was het eerst te vullen, eentje niet, eentje wel, eentje niet. En nu is het gewoon, heel de trein mag zitten, ja, heel de trein mag eigenlijk gevuld worden. Ook niet per bubbel, ik dacht eerst dat het per bubbel was, maar blijkbaar, alles mag gevuld worden. Dus fijn, fijn. En zo is de capaciteit wel hoog. En alles zit lekker vol, laat ons dat maar zeggen. Maar dat is ook omdat we een mondmasker moeten aandoen, moest je dat niet aandoen. Dan is het systeem eentje vullen en eentje tussen, eentje vullen, eentje tussen. Allee, een bubbel eigenlijk. Hè. Dus bij deze. Ja, mensen, we gaan een volgende attractie proberen te doen. Het is hier best wel wat druk vandaag.
We hadden voor Heidi de rijt ongeveer een half uur gewacht. Dus toen al 40 minuten eigenlijk. Dus ja, kan ik een zin wat we nog kunnen doen hier in het park. Let's go! Ja, Jeffrey, nou waar gaan we? Wiki the Battle. Wiki the Battle? Yes. Oh, yeah. En hier ook, dames en heren, ja, heel de attractie wordt dus blijkbaar ook gevuld. Kan je het zien? Ja, daar kun je foto's laten nemen. Allee, kopen eigenlijk. Dus de fotopunt staat daar aan die laatste draai. Ah, ja, ik zie het. En daar kun je dan voor 3 euro je foto kopen. En ja? De attractie wordt volledig gevuld, zo te zien. Dus dat is wel mooi. Ja, dat is omdat je een mondmasker moet aandoen in de attractie. En dan mag dat blijkbaar. Want dan mag je veel dichter staan dat je mondmasker aan hebt. Dat is ook de reden waarom dan er veel parken zeggen van dat je een mondmasker aan doet. En ja, we hadden een opmerking. Hier in Plopsaland de Pannen. Er stonden hier overal banken. En ik had dat zeker 3 of 4 keer aangekaart in mijn video. Ook andere mensen hebben dat verteld. En kijk, ze zijn weg. En dat vind ik wel goed. Want op die manier moeten we toch wel veel minder op rood wandelen natuurlijk. En op de mensen hun voeten. En op de mensen hun voeten natuurlijk. Er staan nu wel nog altijd vulbakken in de weg. Maar dat is wel nodig. Vulbakken zijn nodig. Dat mag blijven staan. Nee. Nee, want anders gaan de mensen sleuk storten, ja. Dus ja. Dus dan vind ik het op dat gebied wel goed, maar ja, zoals je ziet, je hebt hier een leuk plekje om te zitten, dus als je toch wilt zitten, een klein beetje verder wandelen en je hebt een leuk plekje bij het restaurant, waar je lekkere Biki Burger menu kan eten. Ik moet wel toegeven, de prijs van een Biki Burger hier, die is wel nog goed, omdat je dan evenveel betaalt zoals in het frituur. 10,50 euro voor een menu? Ik zie het daar staan, 10,99 euro met een drankje. Dat is dezelfde prijs als in de frituur ongeveer. Dus dan vind ik het wel nog een savatprijs. Dat mag ook gezegd worden. Maar dat is eigenlijk ook het enige hier in Plopsaland dat ik een savatprijs vind. De ja, Biki Burger menu. Maar goed. Ik ga het algemeen goed meevallen. Behalve de drank. Oh ja, weet je wat dat is, Jeffrey? De een zegt dat is duur en een andere zegt dat is goedkoop. En wat is duur en wat is goedkoop, dat is eigenlijk het ene wat je er zelf van vindt. Hè? Ja, dat is waar. Dus al ja, dat is eigenlijk nog altijd een eigen beslissing. Hè? Je kan iets duur vinden, maar een ander kan het goedkoop vinden. Dus. Wie kan de battle aan doen? Ja. Zo, kijk, ook heel graag op de Victorsreis willen gaan. Maar ja. Mensen staan lekker in de rij voor een ijsje en dan hier de wachtrij en dat is wel een klein beetje chaos hier natuurlijk, maar goed. Ja, net wil ik zeggen trouwens, officieel, ja? Dat 6500 mensen maximum al binnen mogen. 6500, ja, maar je merkt het ook. Ja, het is op, het is veel drukker. En zelfs de Supersplash is beter gevuld. Dat is eigenlijk normaal. We zijn gestart met 5000 man, he, toch? Ik ook, volledig vol. Ja. We hebben gestart de eerste dag, denk 2500 was de eerste dag. 2500. En toen is opgekrikt naar 3500, geloof ik. Denk het wel, wanneer zeker. En dan naar 5000? Ja. En ondertussen al 6000, dat is zoveel. Ik denk dat dat maximum was zijn, ja. Wel, ja, ik denk dat ze nog meer volk binnen willen laten, dat ze plexiglas moeten zetten. Ja, plexiland. Dan wordt plexiland, inderdaad. Dan hebben we Efteling 2. Ja, dat is waar. Naar Disneyland staat er ook massa's plexiglas. Ah, ja. En de rij van de Big Thunder Mountain, heel die rij staat vol plexiglas. En je foto's te zien? Ja, Disneyland was gisteren, dus zondag 12 juli op testdag. Ja. En er waren mensen die in de Big Thunder Mountain geweest zijn. Ja. En ja, er stond plexiglas, heb ik gezien op Instagram. Ja? Ja. Amai. En vandaag is het een testdag voor jaarpashouders en morgen ook. En vanaf woensdag gaat het officieel open voor iedereen. En uiteraard, dames en heren, ga ik en Erika ook de maatregelen gaan filmen van Disneyland Parijs. Ja, dat gaat ook weer hetzelfde verhaal zijn. Hè? In het begin veel minder bezoekers en het stelt automatisch wat meer. Hè? Ja, ik denk dat als je de eerste bij bent, dat je eigenlijk echt niet van geniet. Ja, van de eerste van de beste zijn. Ja. Maar hoe later dat gaat worden, hoe slechter dat gaat worden, denk ik. Dat is een beetje like Toverland gisteren. In het begin was het echt zeer aangenaam voor te gaan. Heel rustig, goede maatregelen. En dan plotseling veranderen ze dat allemaal. En dan is dat zo van,
Oké, wat is er hier aan de hand? Ja, dat is een beetje zoals in Blokschap hier ook, hoor. Ja, hè? Maar over het algemeen is het wel nog altijd hetzelfde, maar op het gebied van attracties zijn ze wel beter gevuld. Ik vind dat niet erg, hè. Ik roer er niet om, ik vind dat beter. Dus ja? Ja, vind ik eigenlijk goed wel mee. Ik ben vooral blij dat er niet veel plexiglas staat. Nee, dat is echt onnodig. Dat is erover. En dat die ontsmetting iedere keer... Dat is ook niet nodig als de mensen hun gezond verstand gebruiken. En zelf de mate goed in handen en de mondmasker dragen. Ja. Denk ik dat we daar al goed bezig zijn. Ja, voilà. Inderdaad. Zo, dat houden we nooit allemaal vol. Nee. Maar goed, mensen, we gaan op de achtbaan. Ik zou zeggen, geniet ervan van de Vliegtuig Race. Here we go. Welkom hier in Wikiland. En ja, de wachtrij van Wiki the Battle die staat ook helemaal vol, want het is hier toch wel behoorlijk druk vandaag in het park. Ja, iedereen staat wel op voldoende afstand van elkaar. De boten hier die worden nog gevuld per gezin. En dat komt eigenlijk omdat je niet verplicht bent om een mondkapje aan te doen in de attractie. Maar denk dat je mondkapje zou aan doen in de attractie, dat er ook wel andere personen bij je in de boot zouden mogen komen, maar ja, goed, niet alle sproeiers werken natuurlijk. En hier heb je dan de grote golf en daar is het ook zo dat alles gevuld is. Dus ja, bij deze dames en heren, dat is zo'n beetje de update. Vandaag op 13 juli 2020, hier in Plopsaland de Pannen. En de meeste attracties worden terug volledig gevuld. Dus bij deze, dat is zo'n beetje de dag hier in Plopsaland geweest. En ik zou zeggen, geniet nog van jullie dag. Dit was de vlog. Een hele korte, maar wij hebben ons wel erg geamuseerd. Morgen gaan we naar Holiday Park. Mocht je het nog niet weten, zoals ik al zei, we gaan morgen naar Holiday Park. En bij deze heel veel kijkplezier en dan gaan we doortrekken. Wel ja, jullie weten het ondertussen ook al, denk ik. En bij deze, here we go! Woehoe. Amuseer jullie. Tot de volgende keer maar weer. Bye bye!
dames en heren, dit was nog een mini-update van, ja, van de gevels eigenlijk, van het Plopsa Hotel. Binnenin is er waarschijnlijk wel al heel veel te zien. Maar aan de buitenkant, zoals je ziet, het is bijna af. En ja, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet jullie niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal. En uiteraard, dames en heren, volg mij op de social media. En deel deze video als je hem leuk vond. En graag tot een volgende keer maar weer. Dag! Thank you.